Goedenavond, ik ben Rolf Markvoort en inwoner van Holte. Ik sta hier namens ruim 3500 inwoners van Holte en de omgeving, moet ik erbij vertellen, om een petitie aan te bieden. Bij ons staat Rolf Borkent, hij is helemaal uit Holte naar het gemeentehuis getogen. Zijn al die mensen van plan met de handtekening? Waarom hebben ze een handtekening gezet? Deze mensen hebben een handtekening gezet tegen windturbines in met name Holte, rond Holte. En ze hebben bezwaar dus tegen de komst van eventueel van windturbines in Holte. En waarom hebben ze daar bezwaar tegen? Ten eerste vanwege de hoogte, geluidsoverlast. Even zien, gezondheidsproblemen en impact op de natuur en leefomgeving. Ja, het is een heel actueel punt op dit moment. Binnenkort hebben wij daadwerkelijk in de commissievergadering en in de volgende raadsvergadering echt het dossier wind ook op de agenda staan. We hebben namelijk gemeente als college programmeringsafspraken te maken met de provincie. En het houdt in dat je afspraken met de provincie maakt echt op hoofdlijnen van hoeveel windmolens en hoeveel energie gaan we opwekken met wind. Maar ook in welk gebied in de gemeente het daadwerkelijk zou mogen komen. En het houdt tevens ook in, als je dat bepaalt, waar ze dus niet mogen komen. Oké, geluidsoverlast, dat kan ik me nog voorstellen. Maar gezondheidsproblemen, kun je dat wat nader toelichten? Wat voor problemen met de gezondheid het dan eventueel kan geven? Nou ja, mensen met epilepsie die zijn heel snel vatbaar voor de slagschaduw. Er zit een bromtoon in de zwaai van de propellers. Om het zo even in Jip en Janneke taal uit te leggen. Ja, dat is wel goed. En het draaien van een turbine brengt ook trillingen in de grond met zich mee. Wat ook impact heeft op nachtrust en daardoor stress. Maar als ik het verloop van de raadsvergadering zo bekijk. Meer dan 3200 handtekeningen die in Holte ingezameld zijn. Plus nog wat moties. Dan in voorzichtige inschatting iets van we willen hier helemaal geen windmolens. Nee, dat klopt. Wij als college willen ook helemaal geen windmolens. We hebben hier natuurlijk een groot participatietraject gelopen, Groen Doen. En die hebben een bod uitgebracht, een advies uitgebracht, waarop wij vervolgens als college een bod uitgebracht hebben. Want we moeten als gemeente energie opwekken, nieuwe energie opwekken. En hier is bepaald bij onze gemeente in Rijsselten dat we dat graag willen doen met zon op dak. Dus echt met zon op bedrijfsdaken, grote daken van boerderijen. En dat hebben we ook allemaal geregeld. Dat staat allemaal in de stijgers om dat allemaal te organiseren. Bedrijven staan er ook volledig achter en daar geven we ook op dit moment uitvoering aan. Maar de provincie heeft bepaald van, ja, een mooi bod, maar we willen eigenlijk 60% van dat bod moet toch wind zijn. Je hebt de handtekening aangeboden aan de burgemeester. Denk je dat het wat uithaalt? Ik hoop het wel. Wat heeft hij beloofd? Dat de handtekeningen meegenomen worden naar het provinciehuis in Zwolle. Maar de bezwaren vanuit de raad en de bezwaren vanuit de bevolking, die neemt u mee naar Zwolle en die geeft nu wel een steun in de rug. Die geven absoluut de steun in de rug, daar ben ik ook blij mee. Eigenlijk staan we ook, zoals we dat vanavond genoemd hebben, schouder aan schouder. Ook samen met het bedrijfsleven, ook zelfs samen met de mensen die in de Liezen wonen. Want in Holten hebben we namelijk nog een extra probleem. Daar is dat gebied, grenst ook daadwerkelijk gewoon tot aan de, aan de grens met het dorp Holten. De inwoners die zijn er totaal niet blij mee natuurlijk, want ook zou daadwerkelijk de molen vlakbij in kunnen komen. Maar ook op dat gebied hebben we in onze visieplannen hebben we er ook ingezet dat wij, als we Holte gaan uitbreiden, dat we het aan die kant graag zouden willen doen. Zowel in de woonwijk als ook het bedrijfsleven. Dus ook kavels voor industrie. Dat hebben we nog niet helemaal uitgewerkt, maar dat is wel het gebied, want jij gaat Holte nog niet uitbreiden aan de kant van Holteberg. Oké, veel succes met het verder brengen van de bezwaren in Zwolle. Dankjewel, gaan we zeker doen.